De paarden zijn op weg in de laatste 600 meter. En dan gaat het spel op de wagen in de waagprijs. Met nu nog 550 meter te gaan. Wie gaat Golden Avenue terughalen? Dat is de hamvraag. Golden Avenue die gaat toch altijd 4 en parmantig voor het veld uit. En heeft een 2-talengte voorsprong op zijn rest die nu de tweede plaats heeft ingenomen. Daarachter volgt aan de binnenkant Eva Halling. Fakir Fanatic aan de buitenzijde. Helemaal aan de buitenzijde komt Bizar Zandbergen. Dat zijn de paarden die de beste kansen hebben op de eindplaatseringen. Het is toch altijd Golden Avenue die leidt. Seresti gaat proberen het gat dicht te rijden. Het is Golden Avenue voor Seresti op de derde plaats. Is het dan Eva Hallink? En het is nog altijd Golden Avenue. En die wint het met Dennis Minema op de tweede plaats. Seresti, dan Eva Hallink, Fakir Fanatic, Bizar Zandbergen, Eristof Blue, Broer van Bremen, High Five, Doc Holiday, Contest de Best. Dames en heren, de uitslag van de zesde koers. De waagprijs is officieel. De koers werd gewonnen door paard nummer 3, Golden Avenue, kilometertijd 21-7. Tweede geplaatst nummer 5, Serest. Derde de 2, Eva Hallink. Vierde de 1, Fakir Fanatic. En vijfde de 9, Bizar Zandbergen. 3, 5, 2, 1, 9. Rogier. Dankjewel Martin. Sterke winnaar Golden Avenue, 5 jaar deze bruine ruin. Alien Donor uit Volpix, Himia, Dennis Minema, de fokker en de eigenaar. Bas Krebas, de trainer, Dennis de rijder. Loop ik even een stukje met je mee, Dennis, als het kan? De bloemen gaan naar de eigenaresse, dat mag. Je mag de bloemen aan hun geven. Ja. Dennis, één ding ben ik even nieuwsgierig naar. Werd het spannend of was het heel gecontroleerd? Nee, het was wel gecontroleerd. Willem zei halverwege, hij zei, waarom trek je die kleppen nou? Ik zei, ja, anders blijf ik jou niet voor. Nee. Het is hij is nog een beetje drustig. Ik ben even nieuwsgierig naar jullie leerling in de volgende koers, meneer Seganti. Heeft hij een beetje talent? Ja, zeker heeft hij talent, maar hij moet gewoon eerst rustig blijven en een beetje zijn zenuwen de baas blijven en gewoon rustig lekker meerijden voor zijn vertrouwen. En dan zal hij waarschijnlijk wel meer gaan rijden straks. Mooie winnaars, indrukwekkend paard en een klasbak hier op het gras van Duinen. Groot applaus voor Golden Avenue, Dennis Minema. Paarden draaien in. Maken de volte. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de waagprijs. Over het gras. 1900 en 1920 meter. En Eva Hallink die mag even ruiken aan de leiding. Maar Golden Avenue komt aflossen. Golden Avenue aan de buitenkant probeert de leiding te nemen. Aan de binnenkant zien we daarachter dan Serest en daartussendoor Eva Hallink. Dat zijn de eerste paarden. Met in vierde positie dan Fakir Fanatic. En die wordt op een lengte gevolgd door Doc Holiday. Die wordt gevolgd door Bizar Zandbergen. Met verder weg in het veld in Ristof Blue. Contest de best broer van Bremen. En High Five sluit de rij als de paarden de Klingendaalbocht ingaan. En die brengt ze dadelijk op weg naar de overkant van de baan. Met Golden Avenue, die het tempo bepaalt, doet dat met een lengtevoorsprong op Eva Hallink. Anderhalve lengte daarachter, Serest als derde. De vierde plaats voor Fakir Fanatic, dan Bizar Zandbergen. Die wordt gevolgd door Doc Holiday, dan broer van Bremen. En achter deze paarden gaat dan niemand minder dan Contest de Best voorafgegaan door Eristof Blue. En laatste van het peloton is High Five. En we zijn intussen halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Deelnemers komen zo dadelijk langs het laantje van Jochems. Met nog altijd Golden Avenue. Eva Hallink en Serest als leidend drietal. De vierde plaats voor Fakir Fanatic. Daarachter volgt Bizar Zandbergen als vijfde. Zesde aan de binnenzijde broer van Bremen. Zevende is High Five. Acht Doc Holiday. Negen Contest de Best. En tiende is dan Eristof Blue. En zo gaat het gezelschap dan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de laatste bocht is er nog niet veel veranderd. Golden Avenue nog altijd de leider. Golden Avenue leidt. Eva Hallink die zien we dan nu op een duidelijke tweede plaats. Daarachter is het dan broer van Bremen en ook Fakir Fanatic. Zien we die maakt wat progressie. Aan de binnenkant ligt nog altijd CRS. Dat zijn op dit ogenblik de best geplaatste paarden als we halverwege de bocht zijn. En zo dadelijk richting laatste rechte lijn gaan komen. Bizar Zandbergen mengt zich ook in de front rank. Met daarachter dan broer van Bremen. De paarden zijn op weg in de laatste 600 meter. En dan gaat het spel op de wagen in de waagprijs. Met nu nog 550 meter te gaan. Wie gaat Golden Avenue terughalen? Dat is de hamvraag. Golden Avenue die gaat toch altijd 4
een Parmantig voor het veld uit. En heeft een tweetal lengte voorsprong op Ceres die nu de tweede plaats heeft ingenomen. Daarachter volgt aan de binnenkant Eva Halling. Fakir Fanatic aan de buitenzijde. Helemaal aan de buitenzijde komt Bizar Zandbergen. Dat zijn de paarden die de beste kansen hebben op de eindplaatseringen. Het is toch altijd Golden Avenue die leidt. Ceres die gaat proberen het gat dicht te rijden. Uitgeschakeld nummer 10. En het is Golden Avenue voor Ceres. Op de derde plaats is het dan Eva Halling. En het is nog altijd Golden Avenue. En die wint het met Dennis Minema. Op de tweede plaats Ceres. Dan Eva Halling, Fakir Fanatic, Bizar Zandbergen, Eristof Blue, broer van Bremen, High Five, Doc Holiday, Contest de Best.